Hallo Sopanjes en Rick Serpent Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van Community Craft. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik heb net een gauw wat armen gesmolten. Deze aflevering ben ik met... niemand! Wow! Ik zet mezelf lekker bovenaan het beschrijven met mijn bro voor deze aflevering, als ik het niet vergeet. In principe heb ik nog twee mensen op mijn lijstje staan voor de komende aflevering. Of misschien, misschien is het juist wel leuk om ze niet te vertellen. Dat het een beetje een verrassing is, weet je. Want ik vertel normaal gesproken niet van tevoren van... hey, dan meteen komt Community Craft online met die persoon. En ik denk dat het verrassingselement ook wel weer leuk is, weet je. Je weet niet met wie je Community Craft doet. Dat omdat het bijna iedere keer anders is. Dat ik denk dat ik het gewoon niet ga vertellen. Ik heb al twee mensen die hebben al gezegd een keer mee te willen doen. Dat zullen de volgende afleveringen wel zo'n beetje zijn. Voor de rest, ik heb een tweede schapenfarm gemaakt. Recht onder de normale. Gewoon precies één blokje de zand of dirt eronder. En daar heb ik nog niemand, letterlijk niemand, behalve een paar mensen in de stream van gisteravond. Toen was ik namelijk eventjes aan het streamen. Ik stream best vaak. Als je me nog niet volgt op Twitter, ga me volgen. En dan kun je zien wanneer ik aan het streamen ben. Ik stream ook af en toe Community Craft, midden in de nacht vaak. Zaterdag is natuurlijk de 24 uur livestream, vanaf zondag tot zondag 12 uur. En dan ga ik ook 1 of 2, of 3, misschien 3 uur. Ik ga nog even een roostertje maken, vrijdag voor jullie. En dan ga ik ook Community Craft misschien een uurtje of 2, 3. Ik weet nog niet, ligt eraan hoe leuk jullie het vinden, maar dat kan ik natuurlijk nog niet inschatten. Ik ga tenminste het grootste deel van het rooster worden gaten. Oftewel, ik zie al wat ik doe, ligt net waar ik zin in heb. Maar ik ga ook wat vaste dingen erin doen, zoals Community Craft. Ik weet dat er heel veel vraag voor is. En ik ga je niet dwingen alle 24 uur te kijken. Ik zet gewoon een bepaald uur van 8 uur 's avonds tot 10 uur of vanaf 8 uur 's avonds ga ik in ieder geval Community Craft spelen. Laat ik gewoon 5 uur daarna open, weet je. Dat kan net zo goed 5 uur Community Craft zijn, maar het kan ook 5 minuten Community Craft zijn en dan switch ik naar wat anders. Ik heb mijn weed farm uitbreid, zoals je kan zien. Hij is redelijk groot nu, net als mijn geslachtsdeel. Ik verzamel geen weed meer momenteel, of wel? Waar is het? Ik zit even naar mijn inventory te guren, hoor. Ik moet wel weed verzamelen. Ik zie ook nergens weed liggen, hoe kan dit? Heb ik echt zojuist wat mijn stack verzadigd, zeg maar? Ik heb geen idee. Of heb ik ergens een stack die ik in mijn inventory... Oh, nee. Oh, in één keer heb ik een 37. Lagen daar 7... Maakt niet uit. Gaat goed. Dan gaan we zo meteen weer heel snel vanaf van al dat weed. Ik ga eens even alles terugplanten. Ik vond het wel handig voor de introductie. Ik heb namelijk overnight, heb ik s'avonds allemaal gedaan. Dus ja, dan kom je 's morgens terug. En dan is je weed grotendeels klaar, hè? Zo werkt dat nog wel eens. Ik heb nu niet alles goed teruggeplant. Laten we dat wel even gaan doen. Hier is nu een schapendisco. Ik ga zo meteen mijn huis laten zien. Dan weten jullie waar ik al die kleuren voor nodig heb. Ik ga namelijk een discohuis maken. Ik heb het hele roze huisidee weggeflikkerd. En het wordt veel beter dan dat, geloof me. Het wordt veel beter dan dat. Veel en veel beter. En als ik zeg veel beter, denk aan veel en beter. En dan heb je ongeveer wat ik bij mijn huis ga doen. Ik heb ook een geheime gang gemaakt in mijn huis. Maar dit is eventjes het idee. Hier zijn alle schapen. En dan gaan we nu naar een plek die ik alleen maar kan beschrijven met de racistische tunnel. En dan denken jullie natuurlijk, oh Rick, laat me je racistische tunnel zien, jongen. En dan zeg ik, nou kijker, gelukkig voor jou hoef jij niet lang meer te wachten. Want we gaan nu ieder moment de racistische tunnel in. Hier zo. Hier is team zwart. En hier is team wit. Bam, racisme instantly. En in het midden is team roze. Ik weet nog niet hoe groot ik dit wil maken, maar het plan is dat deze farms gigantisch worden. Nou ja, in ieder geval beide gewoon 100 zwarte, 100 witte ofzo. Weet je, niet te racistisch, gewoon 50-50. Hier, nukken. Nukken jongens, maak die kinderen. We hebben meer bevolking, onze bevolking moet groeien. Hier is veel gras. Het doel van het middenpaadje is dat het gras kan nooit ontgroenen. Ja, ik zei ontgroenen. Misschien heb ik hier zometeen zoveel schapen, zeg maar, dusdanig veel schapen dat al het gras straks op is hier. En omdat het ondergronds is, dan groeit het gras niet meer terug en zo, dat is niet handig. Dus vanuit het middenpaadje kan geen gras gegeten worden. En daardoor raakt het gras dus nooit op. Waarom deze twee kleuren? Dat is een hele goede vraag. Nou, wit is een hele handige kleur voor mensen die een klein beetje wol nodig hebben. Ik ga het wel revealen, deze farm. Ik ga hem niet in mijn eentje doen ofzo. Ik doe hem nu wel in mijn eentje, ik ga hem ook even in mijn eentje helemaal opzetten. Maar dit is gewoon een farm, je gaat niks doodmaken, je komt gewoon langs met je shears. Je hakt alle wol die je nodig hebt en dat is het dan, daar blijft het bij. Het handige aan witte wol is, je kan het heel makkelijk een kleurtje geven. En zwarte wol is gewoon heel cool in het algemeen. Het enige zwarte blok in Minecraft neem ik aan. Obsidian komt dan nog het dichtst bij. Ziet ten eerste heel cool uit en ten tweede, ik heb heel veel nodig in mijn huis. Wit en zwart zijn echt de kleuren die ik nodig heb in mijn huis. Thanks, hij heeft natuurlijk zojuist mijn huis gezien. Heb jij... Lap is voor mij. Zei je dat zo? Waarschijnlijk niet. Ik heb namelijk lapis nodig voor deze aflevering. Ik heb hier zo nog even gaan wat witte schapen breeden. En dan... Ik ga even gaan wat zaadjes weg. Wat heb je hier zo? Die mogen weg. Signs mogen weg. Oh, nice. Doe ze even bij mij thuis in een kist. In een kist. Dan pak ik ze zo. Oh, wat een... Kijk, wat een teamwork hier. Wat een teamwork.
Dit zijn allemaal witte schapen. Ze zijn zo wit. Witte schapen. Het zijn er wel een stuk minder. Het duurde nogal lang voordat mijn schaap eigenlijk een beetje jou breeden. Want ik had eerst een roze schaap hier en een wit schaap. Ik had namelijk gewoon een plafond eruit getikt, wat schapen laten vallen en die gewoon verdeeld in zwart en wit. En ik had een roze schaap en een wit schaap. En als een roze schaap en een wit schaap een kindje krijgen, is de kans 50% dat het een roze schaap wordt en 50% de kans dat het een wit schaap wordt. Ik dacht, nou, ik ga geen boomje halen. Ik ga gewoon op die manier net zo lang dat doen tot ik een tweede witte schaap kreeg. Maar ze werden allemaal roze. En ja, dan kan je populatie niet groeien. En daarom is de zwarte populatie is heel snel bezig groeien. Want ik had ook al meer zwarte schapen volgens mij. Je kunt hier sneller verdubbelen. En als je eenmaal twee zwarte schapen hebt, dan op een gegeven moment vier. En je begrijpt het wel, het is exponentieel. Iedere keer die ik met weed aankom, worden er meer kinderen geboren dan de vorige keer, omdat er weer meer mensen zijn die een kindje kunnen krijgen. Snap je wat ik bedoel? Hopelijk wel, anders dan ben je niet de allerslimste, maar dat is niet erg. Ik ga vandaag echt 10 verdiepingen voor mijn huis maken, dat is niet waar. Als ik lapjes heb, kan ik tenminste al redelijk wat aan verdiepingen doen. Je hebt nog helemaal niks gezien van mijn huis. Ik ga het nu uitleggen. Ik kan het best wel gewoon naar mijn huis toe. Ik heb trouwens even iets armor aangedaan. Ik heb een diamond chestplate geleveld. En ik heb gekregen Unbreaking 3 en Projectile Protection. Nog iets. Deze muur moet even helemaal wit worden voor het racisme idee. Dat je al zwart aan de ene kant, wit aan de andere kant. Niks met racisme voor de rest. Ik vind het wel grappig om de ene kant zwart te hebben en aan de andere kant wit. Ik ga nu naar mijn huis toe. Oh, dan. Thanks. Gigantisch bedankt. Ik ga nu even gaan naar mijn huis toe. Dan ga ik even wat prachtigs laten zien. Ik heb namelijk een geheime kamer. Die had ik eerst met een lever, weet je, met Colin in de vorige aflevering had ik een lever. En er zat dan een geheime camera vast. Heb ik nu gedaan met een chest, hij is echt heel handig. Dat is in principe gewoon even mijn opslagkamer. Ik vind het niet fijn als mensen in mijn chest zitten te poeren met echt de belangrijke shit, weet je wel. Mijn slimeballs, bijvoorbeeld echt diamonds, dat soort zooi. Anders ga ik dat altijd in mijn inventory houden, dat is niet handig. Kijk, nu zie je al een beetje het doel van mijn huis. Iedere verdieping wordt een andere kleur. Ja, je snapt nu redelijk, hopelijk snap je nu redelijk welke kant ik op ga met mijn huis. En, kijk, vloer. Wordt een schaakpatroontje, daarom heb ik heel veel zwart nodig, aangezien de helft. Hier is momenteel mijn kleurenchest, hier is mijn wolchest, dat is de onderste chest, en de boven is de glaschest, want iedere verdieping heeft ook het glas nodig van de bijbehorende kleur. Tadaa! Oh ja, meteen lap is ook in de goede chest gedaan. Kijk, die jongen weet wat hij doet. Dit is lichtblauw, oftewel daar hebben we lichtblauw glas voor nodig. Zo. Wel een beetje zonde van mijn lichtblauw, aangezien zoveel lichtblauw heb ik helemaal niet nodig. Maar alsnog, ik had beter wat lapjes kunnen bewaren voor donkerblauw, die natuurlijk later nog komt. Pakken we glazen, pakken we light blue, waarschijnlijk is het ook te veel glas. Daar hebben we een crafting table in, die ga ik waarschijnlijk nog even eentje naar voren schuiven, want vanaf nu, ik ga het gewoon laten zien. Heb je nu de achterkant die zo is, ja dat vind ik niet echt mooi, dat daar. Die redstone is redelijk ingewikkeld, valt eigenlijk heel erg mee, je kan het heel goed zien. Hier is een trapped chest. Een trapped chest geeft een redstone signaal af als je hem opent, zie je? Je ziet het al gebeuren hier. Hoe meer mensen in de trapped chest zitten, hoe sterker het redstone signaal wordt. Daar kun je best wel wat cools mee doen met adventure maps, bijvoorbeeld met Wie is de Mol. Heb je vaak dat heel veel mensen tegelijk in een chest duiken. Dat is leuk, dan kun je chaos maken. Bijvoorbeeld, als er twee mensen tegelijk in een chest duiken, dat ze allebei doodgaan. Dat zou je kunnen maken met pistons bijvoorbeeld, vind ik wel tof. In ieder geval, trapped chest. En op het moment dat je op een bepaalde plek naast de chest staat, dan val je in mijn geheime kamertje. En dan kun je vanaf daar met een knopje, heb ik weer vanaf onder, en komt daar weer een redstone signaal daar vandaan, dat je weer omhoog kan. Dat is eigenlijk de enige redstone die hier ligt, en heb ik hier achter nog wat. Ja, daar kan ik wel heen, denk ik, vanaf hier. Nee, ja, ja. Even kijken, kan ik hier nog doorheen? Dan moet ik even dit weghalen. Dat is geen probleem, denk ik. Voor mij. Ricky. Oh, ik heb alleen geen wol bij om het weer dicht te maken. Maar kijk, zo is hij altijd open. Gewoon als een extra beetje redstone. Geen probleem. Jullie zullen wel denken wat er met mijn haar is. Nou, ik had een pruik besteld van L, van Death Note. Een heel cool character. Die heeft een beetje zulke haar. Ja, dit zit een beetje omhoog aan sommige kanten, maar... ik vind L heel cool. Ik bestel gewoon een L-pruik en dan ga ik echt een keer als L verkleed op kolderdag of zo. En de pruik is een beetje faal, want ik heb er ook gewoon opeens twee. Ik heb vandaag heel toevallig ook, die L-pruik wacht ik echt al 2 maanden op. Vandaag ook binnen gehad is mijn letenhoed. Tadaa, mijn hooghoed. Hij is wel korter, lager dan ik had verwacht. Ik had echt een hoger hoed verwacht, maar... Als ik mijn facecam zo heb, dan lijkt het alsof hij nog heel lang doorgaat. Zoals de echte letenhoed ook, die is echt heel hoog. Dat is ook mooi. Ik doe nu gewoon mijn Pokémon pet weer op. Voordat mensen denken, dachten dat ik mijn haar in één keer anders was, zo zie ik er nog steeds uit hoor. Nou, we gaan verder. Light blue wall in het midden. Zo, eventjes gewoon 6 of zo. Ja, dat is waarschijnlijk al veel te veel hoor. Ik doe gewoon even 4 of zo. 4 is vast goed. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beetje zonde van al die lapjes, maar dat maakt niet uit. Zo goed denk ik. We gaan even kijken. En dan doe je dat hier. En hier. En hier. En hier. En hier. En hier. Tadaa. 64. Dat is wel genoeg, ja. Oké, dan gaan we nu naar boven. En wat we gaan nodig hebben is... In principe heb ik, als ik heel veel witte wol heb, kan ik ook nog wel wat lichtblauw maken, maar dat gaan we niet echt nodig hebben. Hebben we de witte wol nodig, de lichtblauwe wol en de zwarte wol. En dan ga ik even wat dingen uit de toolbar halen die ik straks pas weer nodig heb. Zo. Ik heb alle wolletjes erin die we nodig hebben. Ja, deze 3 wolletjes gaan we nodig hebben. Dan ga ik even omhoog.
met dat laddertje. Voor nu zijn er nog laddertjes, dat komt nog wel verandering in. Tada! En dan gaan we eventjes doen wat we moeten doen voor deze verdieping. En dan kun je al begrijpen, de volgende verdieping heb ik al aangegeven, wordt oranje. Dus hier gewoon precies hetzelfde, komen oranje glazen in. En dan komt er weer een verdieping op. En uiteindelijk gaat het er heel mooi uitzien. Als het heel hoog wordt, krijg je dus een hele mooie mix van kleuren. En mijn huis wordt echt een huis wat in principe een hotel zou kunnen worden. Stel, er komen nieuwe gasten of zo. Ik kan best gewoon bedden hier neerzetten. Dan heb je gewoon een mooie kamer, weet je wel. Ik zou ook in principe al het glas wit blauw kunnen maken. In principe is dat nog wel iets om over na te denken. Om gewoon overal blauw glas in te doen in plaats van de wol. Maar ik denk aan de andere kant dat het ook wel weer lelijk wordt. Ik denk dat het zo wel cool is dat je gewoon echt vanaf uitzicht hebt op de straten telkens in verschillende kleuren. Het enige probleem is, dit huis is verschrikkelijk. Verschrikkelijk vatbaar voor vuur. Eén vlammetje erin en mijn huis is gewoon serieus done. Je kan er niks meer, je kan er echt niks meer mee. Dus dat is het enige probleem. En ik ga ook echt iedereen benadrukken het niet in de fik te steken. Niet meer zo vermoord ik. Maar dat, zover gaan mensen in Community Craft ook niet elkaars huis in de fik steken. En desnoods, ik heb gigantisch veel witte wol. Ik hoef alleen maar wat extra kleurtjes te maken. Wat oranje wol, weet je wel. Als mensen me helpen, kan ik mijn huis echt in een paar minuten weer herbouwen. Het is geen ingewikkeld huis. De hele grote schaap ervan, dat is het ingewikkeldste deel. En die mag iedereen zo meteen gebruiken hoor. Ik dacht, ik maak hem eerst even groot en succesvol, effectief in ieder geval. En dan pas gooi ik hem open voor de rest van de spelers. Waarom? Er zijn er wel eens wat spelers die lekker gaan trollen. Dat is geen probleem. Alleen als die mijn schapen doodmaken, is het heel irritant. Zoals boven, dan verven mensen al mijn schapen. Vind ik helemaal niet erg. En als je beneden mijn schapen gaat verven, begint het irritant te worden. Want dat is gewoon heel veel moeite om weer terug te verven en zo. Dus ja. Verf de schapen boven de kleuren die je wil, dat doe ik zelf ook. Zometeen heb ik ook meer oranje nodig. Nou, dan verf ik ze gewoon oranje. Daar doe ik het dan niet moeilijk over. Ik heb trouwens heel weinig oranje, dat is niet zo handig. Oh, er moet trouwens wel de kleurtjes aan de bovenkant. Oh, cool, ik heb nog wat oranje daar. Kan ik mee maken met dat Dandelion? Dandelion, kijk, moet je zien. Het is de Rick Maakt Oranje Show. Dan doe je wat van die, en wat van die, en dan bam, oranje. 10 stuks. Oké, daar heb je in principe genoeg aan, als het goed is. Zal ik even wat oranje glas maken, jongens? This is how you make that orange glass. Oké, kijk, hier heb je nog wat glas. Rode kleurtje mag ook terug. Ik ga wat oranje glas maken alvast. En dit is ongeveer hoe ik doorga, tot ik alle kleuren heb gedaan uit het spel. Misschien sla ik een paar kleuren over die ik niet zo mooi vind. Want er zijn best wel wat kleuren die ik best leem vind. In 3 is in principe al lang al genoeg. Zie, je hebt echt heel weinig kleuren nodig voor dat glas sowieso, dat is wel fijn. Hoe weinig kleurtjes je eigenlijk nodig hebt om een mooi glas te maken. Nou, dan doen we, ik weet niet of de 20 jaar als je dan nodig is van deze dingen van gaat maken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, oh dat gaat net niet lukken met 4. Dat is minder. Tada! Nou, dan houden we het hierbij. In één keer is al mijn glas verdwenen. Magie! Oh, het is echt verdwenen. Huh, waar is het? Serieus? We komen zo hierbij bij de geheime ingang, hoor. Ga gewoon weer even gaan omhoog. Nou, volgende stap is het schaakpatroontje weer. Dat is gewoon dit. Ik moet zo ook even toortjes plaatsen trouwens hier. Nou, dan doe je gewoon dit. La-di-da. Nou, dan weet je dat. En dan plaats je de zwarte wol. La-di-da-di-da-di-da. Plaats je de zwarte wol weer daarop. Plaats je er weer oranje wol tussen. En zo maak je de vloer voor de volgende verdieping. En ik denk dat die schaakpatroontjes zijn sowieso heel mooi. Zoals je hier kan zien. Tenminste, ik vind ze heel mooi. Ik kan moeilijk jouw mening over schaakpatroontjes gaan forceren, maar ik vind ze mooi. Ja, kijk, iedere keer een mooie driehoogverdieping. En uiteindelijk denk ik dat het van buiten er echt fantastisch uit gaat zien. Dat is een mening, weet je. Ik kan niet voorspellen wat jullie ervan gaan vinden, maar ik vind het zoals het nu is, gaat het echt heel mooi worden. Het heeft potentie in ieder geval om mooi te worden. Dus heb je schaal wat daarin dumpen, ja. Oh, ik heb echt nog heel veel weed en zaadjes bij me, zie ik zo te zien. Dat is een rare combinatie van woorden, maar dat maakt niet uit. Dit is hoe ik het heb en dit is hoe ik het ga maken. En dit is eigenlijk momenteel mijn idee. Hier is de trap chest, ik zal het even gaan laten zien. Ik moet hier staan en dan verdwijnen ze naar beneden. En hier komt een klein rood kamertje en dan wil ik mijn slaapkamer doen. En wat storage chesten, denk ik. Wel weer symmetrisch, hier is een knopje, kijk. Druk je daarop. Tada! Voor mijn gevoel staat mijn Minecraft trouwens heel zacht. Ik ga hem even wat harder zetten, want Minecraft van de geluid is altijd zo leem. Hier kom je in principe uit. Even naar mijn geluidsmixer hoor. Excusez-moi, ja precies, dat dacht ik dus al. Nu is het geluid van Minecraft wat harder. Ja, kijk. Dat is Minecraft geluid. Dat zochten we. En mogen er geluid zijn, zei de heer. Wat ik vooral nodig heb momenteel is een trappetje. Oftewel gewoon wat hout. Ik heb hier nog wat slabs. Die mogen ook wel weggooien natuurlijk bij mijn farm. Oh ja, daar heb ik nog sticks. Kijk, dat kan ook gewoon. Het scheelt een hoop gezeik als je gewoon sticks bij je hebt voor een trappetje. Hoe maak je een trappetje? Op deze manier, Rick. Maak je een trappetje. Zo. Dat zijn best wat ladders. Eigenlijk valt het wel mee hoeveel te zijn, maar er zijn er genoeg. Waarom zou je meer dan genoeg ladders hebben? Als je ook gewoon genoeg ladders kan hebben. Oké, je kan in principe ook gewoon even live die crafting table en shit allemaal van eentje blokje vooruit schuiven. Maar dat begrijpen jullie zelf ook wel. Daar gaat geen hoge magie in op ofzo, in het verschuiven daarvan. In principe zou ik even gauw de vloer fixen hier. Dat lijkt me denk ik wel makkelijker. Je moet er wel rekening mee houden dat je daar dus uitkomt. Dus dan krijg je dit. In principe moet je wel gewoon doorrekenen natuurlijk. Je kan niet, dus dan moet hier na weer gewoon een oranje blokje. En dan komt daarna een zwart blokje. En dan komt daarna weer een trappetje.
Oh nee, sorry. Sorry, zwart blokje. Gelukkig heb ik toch genoeg zwart blokjes. Dat maakt helemaal geen bal uit. Daar weer een zwart blokje. Oranje blokje. Zwart blokje. Oranje blokje. Oké, okay, kijk, dit is dan zeg maar zoals het nu is. En ik hoop dat je er wat leuks van vindt. En als je het niet leuk vindt, hartstikke jammer. Dit is het idee hoe ik het ga maken. Hehehe, pak even de witte wol. Kun je meteen weer het frame maken, dus dan dat mensen meteen zien. Oh, zo gaat hij dat doen. Ik kan in principe altijd tot en met de max height, zeg maar, dit iedere keer gaan maken met wit. Dat mensen al een beetje begrijpen welke kant ik op wil, maar me vrij weinig uit, weet je. Mensen zien vanzelf wel, op een gegeven moment, iedere aflevering, als ik nou één keer per dag over de verdieping erbij maak, is helemaal geen moeite, ik moet alleen mijn schaap een beetje verven. En mensen en af en toe zie je dan de opnames, iedere keer bij opnames van andere YouTubers mijn huis gewoon steeds hoger worden. Ik ga er dan nog bedden in plaatsen, iedere verdieping. Ik ga dan iedere verdieping gewoon hetzelfde inrichten. Dat iedere verdieping gewoon identiek is. Heb ik nog oranje wol, ja, een heel klein beetje. Oké, dan kan ik in principe nu eventjes het glas plaatsen alvast. Het is dan niet echt handig, omdat hier nog geen blokjes staan. Nu wel. Nog een blokje. En nog een blokje. Kijk, daar staat het tenminste wat. Niet dat het heel veel uitmaakt. Maar het maakt gewoon heel veel uit. En daarom maakt het zoveel uit. Omdat het niet veel uitmaakt, snap je? Of maakt het niet veel uit voor jou? Huh, wat? Precies. Ik hou dus, zoals ik eerder al zei, de gasten voor mijn volgende aflevering in geheim. Het zijn hartstikke leuke gasten. Zijn er niet eerder geweest. Ik vond het echt heel leuk. Hoe leuk Colin en ik zijn als duo. Wist ik zelf ook niet echt. Maar Colin en ik zijn... Ik klink een beetje eigen dunken. Maar Colin en ik zijn best wel grappig samen. Er zijn niet heel veel YouTubers met wie ik echt heel goed... Ik kan met sommigen wel leuk commentaar geven, maar ik ben niet met heel veel echt super grappig. Zoals Colin en ik zijn, of Stefan en ik. Ik vind dat echt leuke duo's. Stefan en ik in video's, Colin en ik in video's. Zijn gewoon grappig, vind ik dan. Is een beetje, misschien een beetje raar als ik mezelf grappig vind, maar als ik dat terugkijk moet ik zelf gewoon lachen, zeg maar. Dat is mijn definitie waarop ik weet, hey, dat is wel grappig. Ik ga niet, ja, dan ga ik even naar de schapen toe. Volgende stap in dit geniale plan. Is even naar de schapen toe. En mijn shears en al die meuk. Meuk, meuk, meuk. Tada! Even gaan wat deze erin gooien en wat extra glas erin. Leuk, en dat glas erin. Geen idee waarom ik altijd glas erin doe, ja. Omdat het toch ergens heen moet, maar ik kan het in principe alweer weggooien, want ik ga het toch niet nodig hebben. Als er een keer een ruitje kapot gaat, of als mensen een leuk gekleurd glas nodig hebben, Rick heeft het. Kijk, moet je nu even zien hoe het er van buiten uit begint te zien. Ik denk vooral dat witte frame, kijk, zie je? En nu ziet het er nog oké uit. Oké, drie verdiepingen. Maar straks heb je dus gigantisch veel verdiepingen. Ik vind dat roze. Als je dat roze raam kijkt, je ziet het blauwe patroontje van de volgende verdieping. Ik vind het echt wat hebben. Het is echt een mooi huis. Zo. En kijk, aan de zijkant vind ik persoonlijk nog mooier. Tada! Het is momenteel nog redelijk naturel. Maar dat kon wel. Misschien dat ik in de hoekjes trouwens een glowstone plaats. Hier zo. Hier een keer in de hoekjes. Is dat mooi, denken jullie? Zou dat wat zijn? In de hoekjes een glowstone plaats. Ik kan het gewoon doen. Ik heb trouwens gewoon glowstone bij me namelijk. Ik heb een keer verzameld met Pieter in de Nether volgens mij. Zijn we samen naar de Nether gegaan. Moet nog steeds online komen op Pieters kanaal. En toen allebei wat glowstone verzameld. Nou, bam. 16 glowstone lampjes. Ik kan er ook van die andere lampen van maken. Maar die werken op redstone als ik me niet vergis. Het verlicht alles wel een beetje mooi. Dus dat is wel handig. Kijk, tadaa. Ik weet niet of mensen het een goed idee vinden. Ik vind het er leuk uitzien. En weet je, soms moet je gewoon even je eigen ding doen, hè. Dus nog een extra idee. Zojuist verzonnen. Alle hoekjes komt een glowstone in te staan. Zodat het mooi verlicht wordt. Want ja, mijn huis moet natuurlijk wel mooi verlicht worden. En ik vind toortjes erop plakken vind ik zo lelijk. Iedereen plakt al toortjes op zijn huis om het te verlichten. En daar hoeft in principe geen glowstone. Maar voor het gevoel doe ik hem er eens nog in. Want ja, je komt toch geen hond behalve ik zelf. Zo. Oh, kut! Nee! Fuck! Fucking kut. Oh nee, ik kon niet snel genoeg switchen naar mijn zwaard. Oh wauw. Maar sinds, waar komen die creepers vandaan? Ik kom er echt heel vaak tegen in het steeg. Ik ging me gewoon even een torch neerzetten dan. Bof. Gelukkig is de schade redelijk beperkt gebleven, als ik me niet vergis. Kijk, de rest van is nog net aan intact, dat is mooi. Toch? Ja, de rest van is gewoon nog intact, handig. Ja, in principe mis ik alleen een deel van deze muur, voor mijn gevoel. Ik mis een deel van mijn gevoel. Hier, eventjes. Ik kan wel meteen bij mijn chest met de wol erin. Is dat niet hartstikke handig? Hier zit zeker die glowstone in dan. Ja, hier zit een glowstone. En dan... Oh, wacht. Dat moet niet roze zijn, Rick. Dat is niet correct. Dat is geen correcte oplossing. Ik heb nog wel wat roze wol hier liggen. Nee, dat is de glas chest. Heel moeilijk voor mij om twee chests uit elkaar te houden namelijk. Er staat wel nog een torch op de muur daar ergens. En daar moet ik natuurlijk wel op letten. Ik weet niet of ik ook op iedere verdieping chesten ga zetten. Dat zou ik kunnen doen, maar dat is best wel nutteloos. Aangezien ik er helemaal niks mee doe voor de rest. Het enige wat ik ermee doe is ze neerzetten. Zo. Zo. Tadaa. En hier natuurlijk nog even een glowstone erin. Niet heel interessant of zo. Mij die glowstone in dingen zet. Maar ik begrijp nu wel ongeveer zo van... Wow, dit moet er daar trouwens zo nog even eentje. Komt allemaal wel hoor. Ik kan vanuit de verdiepingen zelf ook nog wel redelijk. Ik kan wel eens wat. Zo.
Ik vind zometeen, als dit huis eenmaal hoog wordt, heb ik echt een beetje iets een pronkstuk van de server. Ik ga niet zeggen dat het mooiste ooit is. Hey, kijk, daar heb je memoirs. Mooi, hè? Mijn huiske. Even. Kijk, oh, hij vindt hem mooi. Yay! Iemand vindt het niet lelijk! Woo! Rating nummer 1. Mooi van de mooi. Net een warehuis. Oh, wat lief. Wat lief, memoirs. Eens even kijken. We gaan, in principe kunnen we de schapen fokken, maar we kunnen denk ik ook... Oh, ik weet het al. Momenteel is dus oranje wol het belangrijkste. Wat ik dan even doe is gewoon wat oranje verven. Ik heb zeker geen gele bloemetjes meer. Oh, ja, ik heb alleen nog rode bloemetjes. Dan ik heb nog wat zwarte en witte schapen aan de bovenkant. Dat wil ik gewoon niet meer. Dus ik verf ook even een paar beesten rood. Als ik nog wat gele bloemen onderweg tegenkom, dan doe ik ook vast een paar geel. Want dan wordt het waarschijnlijk de volgende verdieping. Alhoewel, ik heb nu erg veel lichte kleuren. En misschien zitten er nog wat donkere kleuren tussen natuurlijk. Een bruine verdieping bijvoorbeeld. Ik weet niet of iemand cacaobonen farmt momenteel. Maar ik ga wel een bruine verdieping doen. Enige verdiepingen die ik waarschijnlijk niet ga doen zijn wit en zwart. Aangezien, die zitten er al best wel in. In het schaakpatroontje natuurlijk en de buitenkant. Ik vind, als je de buitenkant helemaal wit doet, wordt het niet mooi. Zwart zou in principe nog kunnen. En dan doe je gewoon als grond een zwart-wit schaakpatroontje. Maar dan is het schaakpatroontje niet iedere keer met zwart. En wat ik zo cool vind, dat schaakpatroontje met lichte kleuren wordt gewoon heel cool. Je hebt het net ook al gezien, weet je. Een schaakpatroontje bijvoorbeeld met roze, zwart vind ik heel mooi persoonlijk. Ik vind schaakpatroontje sowieso wel hip. Maar dan worden ze nog hipper. Kijk, alle zwarte schapen moeten sowieso weg. Dus het maakt niet echt uit welke kleur je ze geeft. Alles is goed. Zo. En dan geef jij nog eventjes... De witte moeten trouwens ook weg. Dan moet je ze niet gaan scheren. Want dan zie je natuurlijk niet meer welke kleur ze hebben. Nog een zwarte ergens? Nee. Oh, daar is nog een witte. Oké, cool. Er zit al best wel veel rode. Ja, ik moet toch een keer rode wol nodig hebben, weet je. Ik kan nu alvast gaan sparen. Dan heb ik gewoon al de rode wol voor de rode verdieping klaar liggen. Dan verf ik ze weer een andere kleur die ik nodig heb. En uiteindelijk krijg je dan een fucking mooi huis, hoop ik. Ik denk dat het wel cool wordt. Ik hoop dat jullie het ook een tof project vinden. Het is tenminste een project om lekker mee zoet te zijn. Er zit heel veel arbeid in. Ik vind het leuk als ik online ben. Een keer niet aan het opnemen ben en ik gewoon wat aan het doen heb. Ga ik lekker mijn schaapjes scheren. Ik help wat andere mensen. Ik farm wat weed, weet je wel. Ik wil eigenlijk wel toch even gewoon full enchanted diamond hebben. Dat ik toch even een keer gear heb. Voor het geval een andere speler me toch een keer aanvallen. Dat ik hem tenminste de hersens in kan slaan. Ook altijd wel fijn. Ik had oranje nodig, toch? Ja, ik ben nog steeds bezig met mijn oranje verdieping. Die kan ik zo voor deze aflevering afmaken, hoor. Geen probleem. Ik ga niet iedere aflevering dit doen, want dat is natuurlijk geen bal aan. Moet ik wel een beetje leuk houden voor mijn lieve kijkertjes. Ik ga weer een aflevering de mijn in. En andere dingen. Ook andere dingen. Weet je, laat zeker suggesties achter van dingen die je mij wil zien doen in aflevering en met wie. Dus liefst een combinatie van, hey, doe dit met die. Of doe dat met die. Of doe dit met dat. Doe dit met die. Je kan ook gewoon eerst zeggen, doe dit. En dan met dat wat. Ik weet niet. Doe Ronald met ga mijn in. Maar dat heb ik al gedaan. Dus die doen we niet. Hey, zwart schaap. Je bent een zwart schaap. Wat? Huh? Ja, precies. Precies. Ik kan deze trouwens ook gewoon laten fokken. En dan komen er wat willekeurige kleuren uit. Alleen ik wil nog geen kleuren mix. Ik wil gewoon even de kleuren die ik nodig heb hier behouden. Waarschijnlijk is 42 niet genoeg voor wat we nodig gaan hebben. Maar het is eventjes een leuke... Het is een leuk iets. Het is een leuk iets. En daar doen we het voor. Hopelijk vind ik Community Craft nog een beetje leuk. Aangezien de moment echt een heel goed scorende serie op mijn kanaal is. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En dat merk je ook. Want ik heb een prachtig huis. En dat is toch wel in Community Craft een van de toffere dingen. Als je een beetje een tof huis hebt. Want als je zo'n standaard huis hebt, dan hoor je er niet bij. En ik vind het leuk als ik nu andere mensen hun Community Craft video's zie uploaden. Zie ik iedere keer mijn huis. Want iedereen begint vaak daar. En dan zie ik mijn eigen huis daar staan. En dan meteen wordt mijn huis gigantisch groot. En dan komt bijvoorbeeld een nieuwe speler. En dan, wow, check dat huis. Ja, ja, daar woont Rick. Dat is dan een stukje fame, weet je wel. Ik vind dat wel tof. Ik ga even daarheen wachten. Super mega jump map. Oh, het is me gelukt ook, joh. Tjoh. Voort even rekening mee houden, gewoon meteen die blokjes plaatsen, anders ga ik krijgen zeik. Maar nu even niet. Kan ik daarbij in van de vier? Ja, dat kan ik. Plop, yay! Nou, we gaan weer verder naar de oranje verdieping. Ik ga even kijken of ik hem af kan maken nu. Waarschijnlijk niet. Ga het gewoon proberen. Wie niet waagt, wie niet wint. En wie niet wint, wie niet waagt. Oh ja. Nou, makkelijk is gewoon even dit opvullen. Niet de beste manier om je overgebleven oranje wol te spenderen. Ik kan ook gewoon wat ramen hier nog in doen van oranje, weet je wel. Of misschien juist een normale kleur. Nu wil ik niet zeggen dat oranje geen normale kleur is. Dat ze natuurlijk hartstikke racistisch zijn. Tegenover de oranje kleur. Maar alsnog. Oh god, dan raakt hij al wel op. Dan doe ik liever nog eventjes dat van de vloer. Want vloeren zijn hartstikke cool. Snap je? Vloeren hebben temperaturen die coole dingen ook hebben. Nou, tadaa. Het wordt wel wat of zo. Het wordt wel wat, meneer Rick. Hij gaat het helemaal maken in deze server.
Weet je wat ik dan wel leuk vind, is gewoon een patroon of als een beetje voorzetten. Dat mensen, was heel erg goed. Mensen moeten duidelijk kunnen zien. Hier is Rick's Awesome Warenhuis, zoals Memoirs het nu noemen. Ik weet Memoirs echt een naam niet, maar ik moet even keer, misschien moet ik even een keer met hem opnemen. En dan weet ik hoe die heet, anders is het zo lullig als iedereen gewoon met zijn normale naam noemt. En ik noem hem al door Memoirs. Dus ja, Memoirs, ik heb het tegen jou hier. Dit is een oproep. Dat mijn witte wol op is. Geef me een nieuwe witte wol. Je bent de enige die online is. Ah. Dat is een raar trappetje. Dat is een raar trappetje. Oh, ik heb waarschijnlijk wat wol eraf gehaald. Dus I don't know. Korean, I don't know. Ik kan nu alvast eventjes wat... Ik heb net... Wacht. Ik heb een gigantische fout gemaakt, jongens. Maar wat is dat dan, Rick? Ik zal gewoon even een roze wol gebruiken als trappetje. Als trappetje. Pink wool trappetje. Ja. Kijk, dit is natuurlijk heel makkelijk vanaf hier kan doen. Is alvast mijn glowstone blokjes plaatsen, hè? Ja, daar is niet over nagedacht, maar daar denk ik nu even over na. Van, hey, vanaf hier kun je die glowstone best wel makkelijk plaatsen, want als je dan toch die rand aan het bouwen bent. Nou, wat doe je dan? Verder bouwen alvast, als je witte wol bij je hebt, wat ik nu niet heb. En dan kan ik in principe zo dat frame alvast bouwen. Nou, welke kleur zou ik de volgende verdieping willen doen? Ik zou rood kunnen doen, ik zou geel kunnen doen, maar ik kan ook een kleur doen zoals bruin. Maar ik denk dat het misschien juist... Niet alle kleuren moet doen en gewoon moet opgeven alleen de coole kleuren moet doen. Dan is de vraag welke kleur is het coolst om te doen. Ja, daar staat hij. Ik zou vanaf hier... Zou ik een boog pakken en vanaf hier schieten? Dat is wel grappig om te trollen. Gewoon even één pijl. Ik ga hem echt niet doodmaken. Hij voelt diamond aan. Hij kan het makkelijk hebben. Alleen we gaan even kijken hoe hij reageert. Heb ik een boog bij me? Goeie vraag. Ja, spinnenwebjes. Oh, daar is hier zijn boog. Wacht. Heb ik arrows? Ja, 47. Dat is goed, Hé, een red tulip. Kun je daar ook kleurs op mee kunnen maken? Waarschijnlijk wel. Oké, we gaan even omhoog. Ik heb ook een soort van wachttoren natuurlijk. Ik kan in het glas zitten voor, dus je kan niet echt lekker wachten. Op de toren. Ik zou trouwens een zwarte wolk ook kunnen plaatsen gewoon voor deze hele verdieping. Staat hij nog steeds stil? Hij moet even stilstaan. Oh, nou, hij loopt. Kut. Oké, we gaan even wachten tot hij ergens stilstaat. Hij gaat Davids huis in. Interessant, mijn prooi. Je bent mijn prooi, interessant. Zal hij mij zien staan zo meteen als ik die buiten loop? Nee, ik sta daar met een pijl en boog. Wat is die nou weer aan het doen? Ik zou kunnen wachten tot hij Davids huis uitloopt, maar dan ga ik sowieso missen, want dat zie je veel te laat. Daar is een kip van Lars. Nou, oké, fantastisch. Wat zal hij aan het doen zijn in Davids huis? Dat is de grote vraag. Oh, daar loopt hij. Kut. Ik schop mis. Oh, hij is wel in de war. Zal hij me zien? Ik denk het wel. Nee, verdomme. Hey, Macarena. Gotcha. Hij heeft een vishengel. Pak me dan. Ga ik door. Oh! Los. Oké, dat was best wel cool. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van Community Craft. En ik verder ga met dit prachtige huis. En nu even gaan we nog langs mijn schapen. Dat hoeven jullie niet meer te zien. Zo interessant is het niet. Ik ga nog even wat mijnen, want ik heb even wat diamonds nodig. Diamonds. Ik vind het wel cool dat ik mijn huis heb omgegooid van een gigantisch roze trollhuis. En toch wel een mooi huis uiteindelijk. Dat is nog redder troll, alsnog. Ik ga het even inrichten en mooi en gezellig. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie volgende Community Craft video weer. Ik ga je niet dwingen hem te liken. Alleen, ik ga je dwingen hem te liken. Bij deze. Dat was mijn dwang. Weet je, je voelt je nu vast heel... Oh nee, nu moet ik haast wel liken. Ja, dat is ook een plan. Je kan haast niet weigeren, weet je. Zo'n cutie zoals ik met die pruik op. Daar kun je niet tegen zeggen. Nee, Rick, ik ga je video niet liken. Jij commerciële kut. Jij commercieel kut, joh. Dat kun je gewoon niet uit je mond krijgen. Dat lukt je gewoon niet. Hoe hard je het ook wil. Hoe hard je die video ook gewoon niet leuk wil vinden. Lukt je gewoon niet. Ik ga zelf opzoeken hoe ik trouwens wat andere kleuren kan maken. Mag ik een schaap meenemen? Sure. Let wel op dat het niet helemaal misgaat. Helemaal misgaat. Oké. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. En zie ik jullie misschien vrijdagavond weer. Maar misschien ook niet. Omdat ik even nog even een video wil maken. Laat over de livestream om mensen te herinneren. Volg me op Twitter als je wil weten wanneer ik CommunityCraft stream. En kom sowieso de livestream checken. Nope. Tot de volgende aflevering. Doei!